Beste medewerkers, leidinggevenden en ondernemers in de kinderopvang. Vandaag is het een bijzondere dag, want jullie zijn hier online bijeen voor een inspiratiedag met als thema omdenken in de kinderopvang. En laat ik beginnen met de constatering dat medewerkers, leidinggevenden en ondernemers in de kinderopvang, maar ook de ouders, door de komst van het coronavirus een jaar geleden, al noodgedwongen moesten omdenken. En dat deden jullie. En belangrijker nog, jullie handelden razendsnel. Jullie zijn, om het zo maar eens te zeggen, ervaringsdeskundigen, omdenkers en omdoeners. Want toen de kinderopvang een jaar geleden van de ene op de andere dag dicht moest, stonden jullie aan de lat om in zeer korte tijd noodopvang op te zetten voor kinderen van ouders die hard nodig waren. Om de crisis te bestrijden en het land draaiende te houden. Ondanks de zorgen die sommigen van jullie toen ook hadden, jullie stonden er wel. En jullie stonden er opnieuw toen Nederland in december weer in lockdown moest. Een prestatie van formaat. Waar jullie terecht trots op mogen zijn. En waarvoor ik heel veel waardering heb. En met mij het hele demissionaire kabinet. En dat wil ik hier graag nog eens gezegd hebben. Nu, een jaar na het begin van de coronacrisis. is er met de vaccinaties licht aan het einde van de tunnel. En waar dat einde is, dat weten we nog niet precies. Al snakken we er wel allemaal naar. Maar het is goed om te zien dat jullie al veel verder vooruitkijken. Ook al is deze crisis nog niet bezworen. En dat laat maar weer eens zien wat voor kwaliteit aan kinderopvang we in Nederland in huis hebben. Iets dat ook steeds wordt bevestigd door onderzoek. Die blik voorwaarts past elke sector, maar zeker ook jullie sector. Jullie maken het niet alleen mogelijk dat ouders kunnen werken, maar jullie leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. En dus aan hun toekomst en daarmee aan de toekomst van Nederland. En dat is jullie verdiensten. Jullie die je met hart en ziel inzetten voor de kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar het is altijd goed om na te blijven denken over mogelijkheden om te vernieuwen, te verbeteren en om te groeien. Om het nog beter te kunnen doen. We zijn nooit uitgeleerd. En goed om te merken dat dit besef breed in jullie branche leeft. En deze inspiratiedag is daar een overtuigend bewijs van. Ik wens jullie allemaal een hele fijne en inspirerende dag en geniet ervan. Goed, Wouter.